Tom van Galen en Han Weijers zijn dinsdagavond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst benoemd tot erelid van NEC. Beide mannen kregen deze onderscheiding naar aanleiding van hun jarenlange inzet voor de club uit Nijmegen. Tom van Galen was 4 jaar voorzitter en vervulde daarvoor allerlei andere functies binnen de Nijmeegse club. Zo was hij voorzitter van de OSRN, de businessclub van NEC. Ook is hij een drijvende kracht achter de Club van 19, een groep sponsoren die jaarlijks het trainingskamp van NEC mogelijk maakt. Han Weijers is ambassadeur van NEC en vervulde diverse functies. Zo was Weijers verantwoordelijk voor de verbouwing van de Goffert eind jaren 90. Wat ik gedaan heb voor de club is de bouw van een businessclubruimte, de bouw van dit stadion en de hele Eendracht sportcomplex gerealiseerd. De clubliefde is ontstaan vanuit 1993. Toen ben ik gevraagd door de bestuurder van die tijd, Noel Smits, om bij de club te komen. Ik heb eerst een halfjaartje op de tribune gezeten om te kijken, vind ik het wel fijn om bestuurder te zijn. En langzamerhand is dan die warmte gegroeid, want het is natuurlijk een club van toen een paar mensen tot nu een hele grote club qua personeelsleden natuurlijk. Ja, ik was verrast, want mijn planning is dat ik volgend jaar zou stoppen. Dus mijn gedachte was, dan zal er wel iets gebeuren als je zo lang bij die club bent, 25 jaar bij de club. Dus gisteren was het een grote bijeenkomst met heel veel vrijwilligers. En toen werd ik naar voren geroepen. Nou, dat is al eventjes bijzonder.